What's good, Calvin? Mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. Nice. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. What's good, Calvin? Welkom bij Gekke Werk. Hey, what's good, man? De allereerste aflevering van Gekke Werk is dit. Je zit ernaar te kijken en je vraagt natuurlijk af, hey, wat is Gekke Werk nou? Nou ja, dat heb ik net in de intro uitgelegd, dus boeien. Top. In ieder geval, ik heb hier in mijn hand de Gekke Werklijst. En dat is een lijst van de 100 meest idiote opdrachten die je ooit had kunnen bedenken. En dat heb ik niet zelf bedacht, dat hebben jullie gedaan. Dus dankjewel, Calvin. Een van de opdrachten is bijvoorbeeld, doe een koprol op de Chinese muur binnen 24 uur. Oh ja, je mag vanaf nu niks meer zeggen. Wie bedenkt dit? That's crazy, man. You're crazy. Wat ik ga doen, ik ga een fanaccount een DM sturen en ik ga die fanaccount vragen om een nummer op te noemen tussen de 1 en de 100. En de opdracht die bij het nummer hoort wat de fanaccount instuurt, moet ik gaan uitvoeren binnen 24 uur. En als het me niet lukt, dan is de serie gewoon voorbij. Dan is het gewoon, dan is het klaar. Dan, leuk. Dankjewel voor het kijken. Oké, focus. Ik ga een DM sturen naar @calvin met 2 N'en. Noem eens een getal tussen de 1 en de 100. 25. Oké, alright. Oké, is goed. Thanks. Even kijken. Opdracht nummer 25. Plant je eigen kerstboom bovenop een berg in de Franse Alpen zonder kleren binnen 24 uur. Ah! What is this? Oh my god. Oké, het is nu 11:45. Om 12 uur ga ik beginnen. Bovenop de Franse Alpen, mijn eigen kerstboom. Zonder kleren. Waarom, moeten mijn kleren altijd uit? Waarom moeten alle mijn kleren uit? Goed, dit is het plan. Ik spring met een kerstboom, wat skispullen en een paprika in een auto. Als ik een beetje gas geef, ben ik 10 uur later in de Franse Alpen. De volgende ochtend word ik vet vroeg wakker om een skipas, snowboard, schoenen en een helm te regelen. Dan is het moment daar. Ik gooi mezelf in een skilift, samen met mijn snowboard en kerstboom. Praat ondertussen met het Fransozen over baguettes en fromage en doe alsof het totaal niet vreemd is dat ik een kerstboom bij me heb. Eenmaal boven zeg ik au revoir tegen mijn nieuwe Franse vrienden. Maak ik een salto, klim ik naar het allerhoogste punt ever in dat skigebied, gooi ik mijn rotzooi neer, trek ik mijn kleren uit en plant ik mijn kerstboom op exact dezelfde manier als die Amerikaanse vlag die toen op de baan werd gezet. Maar dan nog epischer. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. Nou, jongens. Ga even een mooi reisje maken, ouwe. Even 12 uur naar de Franse Alpen toe. Ik heb mijn koffer. We got the Christmas tree. Ik weet niet waarom ik dit doe, jongens. Calvin, ik ben in Luxemburg. Ik heb 3 uur gereden. Ik ben even gestopt. Hier zijn allemaal auto's en shit. Het is een beetje mistig, maar we zijn 3 uur bezig ongeveer. We liggen volledig op schema. De kerstboom ligt, als het goed is, nog achterin. Ik ga even checken. Kerstboom is nog steeds hier. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat ik zo snel mogelijk die kerstboom bovenop een koude berg krijg. Ik snap niet waarom ik dit aan het doen ben. Nice of being here. Oké, ik ben ongeveer over de helft nu. Ik moet nog ongeveer 5 uur rijden. Als het goed is, kom ik daar aan in het donker. En dan hoop ik dat ik nog skishit kan fixen. Anders moet ik dat morgenochtend doen. En dan moet ik meteen naar boven dan die fucking boom planten. En dan is het gelukt. Maar ik moet nu door. Oh, het is zo koud, man. Oké, het is inmiddels 10:15 en als het goed is ben ik over 40 minuten bij mijn hotel. Ik weet niet precies of ik rond 11 uur, want dan kom ik waarschijnlijk aan bij het hotel, of ik dan nog binnen kan komen. Of er nog een receptie is, nou, we gaan het zien. Ik rij gewoon weer lekker door. Yeah. 20 minutes by foot.
Dit is echt een van de meest domme dingen die ik ooit gedaan heb. Dit is echt zo dom. Ik ben dus hier bij Vega West. Dit is wel mijn gebouw. Alleen blijkbaar is er één, zeg maar, reserveringsplek hier in Vlaanderen waar iedereen heen moet om je reservering te checken. En dan moet je eigenlijk met de auto naar je hotel. En dan moet je hier je shit uitladen. En dan moet je auto op de parkeerplaats zetten. Maar ik heb mijn auto al op de parkeerplaats staan en heb alles al. Dus moet daarheen lopen. Dat is ongeveer 20 minuten. Ik wil gewoon naar huis. Ik ga die camera op. Mijn accu is bijna leeg van de camera. Dus ik zie jullie, denk ik, hopelijk in het hotel. En anders ergens waar ik kan opladen. Goedenavond. Lieve mensen, het is inmiddels. Ik zal even op mijn carswatch kijken waar geen tijd op staat. Volgens mij is het iets van 11 uur of zo, 10:15. Dus... What the fuck, ouwe. Ik zal even kort uitleggen wat de situatie is inmiddels. Ik heb dit kamertje geregeld. Dit is mijn kamer met eigenlijk veel te veel bedden. Hier is één bed. Dit is nog een bed. Dit is nog een bed. Dit is die fucking... Sorry, ik krijg een heel klein beetje agressie van die boom. Ik ga even mijn tanden poetsen, ik ga even heel hard poepen en dan ga ik naar bed. En morgenochtend ga ik best wel vroeg op, want ik heb gecheckt. Vanaf 8:30 is de Sport 2000 open. Dat is, zeg maar, de plek waar je skispullen en shit kan huren, want ik wil eigenlijk gewoon een bord. Dan is om 9:00, als het goed is, de skilift open. Die is vlakbij, dus dan ga ik daarheen. Dan hoop ik maar dat ze het goed vinden dat ik deze kouloopboom helemaal naar beneden... Of naar boven... Naar beneden? What the fuck, hou? Ik moet echt pitten, man. Die boom naar boven kan doen. En dan plant ik die boom. En dan hopelijk alles voor 12 uur. En dan is de eerste aflevering officieel voltooid. Ik ben wel redelijk optimistisch. En tegelijkertijd weet ik ook niet precies wat ik kan verwachten. Oké, bye! What's good? Ja, fam, we zijn er weer. Oh my god damn. Ik heb mezelf even in mijn skipak gehesen. Kijk, dat is nice. Dan val ik iets minder op tussen alle skiers. Dus dat is chill. Maar zoals ik zei, ik ga even mijn sneeuwshit halen. Dan ga ik die boom halen. Dan ga ik naar boven. Dan ga ik die boom planten. Dan ben ik klaar. Hey, what's good man? Let's get it. Let's go! And I bring a Christmas tree to the top of this mountain. And where is your Christmas tree? It's down at the apartment. Oh, okay. That's the plan, but I'm not sure if it's gonna work. Do you think it'll work? Do you speak English a little bit? No. No? No English? Christmas tree to the top. Le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Ik heb hier Franse vrouw ontmoet. Die hebben echt zoiets van, what the fuck is deze gast aan het doen? That's good. Yeah, send your boss. Okay. Thank you very much. Ik ben mensen aangebroken. Ik ben een klein beetje zenuwachtig. Ik hoop namelijk niet dat ik bij de eerste lift al meteen word tegengehouden. Okay, let's go. Oké, mensen, het is zover. Ik heb GoPro even aanstaan hierboven. Ik heb mijn boom hier. Jullie beseffen niet hoe fucking onmogelijk het is om en een camera vast te houden en deze boom. En dit, het is echt het domste idee ooit. Het liftje is hier. Als het goed is, zie je het op de GoPro. Het liftje is daar. Er staan allemaal mensen. Dit is het, jongens. Dit is het moment. Ik ben hyped, maar wel een beetje zenuwachtig. Volgens mij staan daar bewakers. Gelukkig zit hier niemand in dit hokje. Dat is wel fucking chill, maar als er ook nog mensen in dat hokje zaten... Staat hier iemand? Oh kut, hier staat iemand. Ja, kak. Oké, ik doe camera laag. Excuse me? Is dat een plantie? Ja, I don't speak French. Oké, het schijnt te lukken, mensen. Holy shit, ik zit gewoon in de lift, ouwe. Denken jullie dat het maar gaat lukken met die boom? Ja, je moet wel diep gaan graven daar, er zit een dikke laag ijs. Anders bestel je wat hete thee of zo, dan kun je gat smelten. Juist, kijk, deze man denkt mee. Nee. Ik ben op een best wel hoog punt hier, maar ik ben nog niet op het hoogste punt. Als het goed is, schijnt er nog een tweede liftje te gaan naar het hoogste punt. Dus ik ga eerst een stukje boarden met die fucking kerstboom. En dan hoop ik dat het tweede liftje ook lukt. En dan ben ik echt op het hoogste punt en dan is het gewoon klaar. Dan is het gewoon gelukt, dan ben ik fucking blij, ouwe. Oh, wat kut! Oh.
Oké, mijn plan is als volgt. Ik ga even deze lift pakken, dan ben ik boven en dan plant ik die boom en dan is het klaar. Nu ik het zeg, klinkt het ook wel heel dom, eigenlijk. Ja, yeah. Just gonna do it. We're just gonna fucking do it, man. Let's go. Are you alone? Yeah, I'm with you. Yeah, I'm alone. Okay. Oké, ze zijn nu even aan het overleggen of ik hem mee mag nemen, want dit is een aparte lift. En hier kan hij uitvallen, zeg maar. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Ik heb een slecht gevoel hierbij. Zo dom, ik had even moeten checken wat voor lift dit was. Hij kan nogal vol uitvallen, dus het is fucking gevaarlijk. No, it's not possible. It's not allowed to go up with your Christmas tree on the lift. Dit is te gevaarlijk om in de lift te gaan met dit ding. Ja, volgens mij is het geen hele hoge lift. Dat is het hele ding. Kijk, ik denk dat ik nog maar één optie heb. Volgens mij heb ik echt nog maar één optie. En dat is om het klote stuk te klimmen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is inmiddels 10:45. Dat betekent dat ik nog een uur en een kwartier zou hebben om naar boven te kunnen klimmen. En ik denk dat het kan. Ik denk dat het mogelijk is. Maar dan moet ik niet te lang stil blijven zitten. Oké, fuck it. Ga gewoon klimmen. Het is toch een stukje zwaarder dan gedacht. Oh shit, ik dacht ik klim wel even, maar de sneeuw is hier zo fucking diep. Ik ben even gestopt bij een boompje. Boompie, je broer en zusje zitten te wachten. Ik heb even op de kaart gekeken. Als het goed is, maakt deze lift een bocht. Dus ik denk dat als ik de kaart mag geloven, kan ik hier omhoog klimmen. En dan kom ik als het goed is aan de andere kant van de lift uit. Oké, gaan we door. Let's go. So, what are you doing? The fuck? Going random. Calling random, isn't it? I'm taking this tree to the top of the mountain. That's the plan. You are crazy. Very far, huh? Yeah, yeah, yeah. Do you have water or anything? Pump? Yeah. Water? Yeah. Until then. Pump? Yeah, yeah, yeah. Oh, cow, chill on this bit. Oh, nice camera. Mm-hmm. Oh, thanks. Thank you. Yeah. Thank you very much. Good luck, eh? Yeah. Well, if you die, you have a Christmas tree on your grave. Subscribe to Calvin, eh? Alright. Okay, ciao. Oh, this is so cold, chill. Ah. Oh, there is a God! Dames en heren, de allereerste boom op dit punt in de Franse Alpen. De boomgrens zijn we zelfs voorbij, dus hier is sowieso geen boom te bekennen. Gaan we pikken. Ja!